Op vakantie met de camper naar Griekenland kun je over land doen, maar wij gingen met de boot. Vanuit Italië varen verschillende veerboten naar Griekenland. Wij nemen de boot in Ancona en varen naar Patras, de havenplaats aan de noordkant van de Peloponnesus. We gaan eerst de kustlijn van de Peloponnesus verkennen en trekken dan het binnenland in. Gibraltar van Griekenland. Zo noemen we deze 300 meter hoge rots, waarop een stadje ligt wat je vanaf de wal niet kunt zien. In de 6e eeuw werd het eiland een toevluchtsoord voor de verdreven inwoners van Laconië. En zij stichtten hier de stad en bouwden de eerste brug naar het vasteland. Voor auto's is hier geen plaats.
De stad is lang vervallen geweest, maar sinds het midden van de vorige eeuw is men aan het restaureren. De aanvoer van bouwmateriaal en de afvoer van puin kan maar op één manier gebeuren. En dat gaat zo. Er is ook nieuwbouw, maar dat mag alleen in de traditionele stijl. Dit was de benedenstad en hier woonde het gewone volk, het werkvolk. In de bovenstad woonden de rijke families, die letterlijk neerkeken op de armen in de benedenstad. Het enige gebouw dat nog intact is, is de Hagia Sophia, een kerk uit eind 13e eeuw. De rest is vervallen tot in ruïne. In de middeleeuwen had de stad 30.000 inwoners en stonden er 40 kerken.